Ja, we zijn natuurlijk op ons, bij ons kindje op bezoek, hè, bij Roepaan op de binnenplaats, op Woodstock. Woodstock, voor de hoeveelste keer? De zevende keer is dit nou. Dit is Maasduinen Centraal. De laatste weken, eigenlijk de laatste tickets digitaal verkocht. En mede door de mooie weersvoorspellingen, begrijpelijk, ja, verkoop je dan uiteindelijk ook gewoon weer uit. Ja, het blijft elke keer toch weer een uitdaging. Want ja, het is toch een joekel van een organisatie. En veel mensen denken misschien van, oh, even podium hebben ze altijd al staan. Een PA'tje erin en draaien met de geit. Maar het is echt een joekel van een organisatie stiekem. Maar we doen het met zoveel plezier, met zoveel collega's en lieve mensen die allemaal een steentje bijdragen. Nou, onze bedoeling is, we hebben af en toe al uitstapjes gemaakt. Als je René Meeges in de Gelderlander leest, die ken ik heel goed, dan zie je al dat we af en toe uitstapjes naar iets jongere periodes doen. En de jeugd bijvoorbeeld in de discotent, die maakt een verbinding tussen de oude, originele Woodstock en een jongere versie, 1975 geloof ik. En zo zijn wij af en toe ook al wel iets jongere in aan het voegen. Dat moet wel. Country roads, take me home to the place I belong. Maar het weer? Ja, dat is een cadeautje van onze lieve heer. Komt waarschijnlijk omdat we met zoveel respect in dit oude met dit oude klooster omgaan, heb ik het idee. Volgend jaar moet Woodstock naar Maart? Als het aan ons ligt, uiteraard wel. En misschien ook wel met een nog iets spannendere line-up, iets jongere line-up. Dit was een bijzondere editie, Chris. 50 jaar, jazz hebben we er ook in geïntegreerd. En ja, volgend jaar gewoon weer door. Maasduinen Centraal. De regio, dat zijn wij.